belangrijkste verandering in de vormgeving van de unit is dat de koppen zijn voorzien van een hoofdsteun. Die de actuele situatie als je patiënten behandelt ook goed nabootst. Een ander punt is ook dat de unit is voorzien van een flexibele slang waarin een hoogvolumezuiger kan worden geplaatst. Zodat er optimaal ergonomisch kan worden gewerkt. In de kliniek werken de studenten in koppels. Om ook op het gebied van infectiepreventie en ergonomie maximaal resultaat te halen. En dat wordt nu met deze fantoomunit ook mogelijk gemaakt. I am Beatriz Jimenez. I am a teacher at ACTA, and this is by far one of the biggest centers for the pre-clinic in Europe.